Goedemorgen. Het is vandaag 27 december, dankjewel. En het is nu 9:05. En we zijn voor ons doen heel vroeg op. En voor jou doen? Voor mij doen ben ik heel vroeg op. Maar dat is omdat we gaan vandaag een dagje weg. We gaan naar Amsterdam. En we gaan naar de Christmas Show. Even kijken. Ik heb hier een ticket. Kijk. De Christmas Show. We hebben kaartjes gekregen. En we kennen heel veel mensen die zijn gisteren al geweest. En het schijnt echt super tof te zijn. Dus ja, we gaan het vandaag allemaal zien. En we nemen jullie vandaag een dagje mee. Dus kom gezellig mee. Centraal. Ja. Jaden, wat zien we daar? Hey. De stad. De stad. Nee. Is de trein. Kijk, de trein. Ja, een hele mooie trein, hè. Gaan we zo ook met de trein? Jaden in de trein? Ja, we gaan ook met de trein, hè. Oh, en oh, we hebben nog niet gezegd met wie we gaan. Met wie gaan we, Jaden? Met opa. Van de opa? De oma? We gaan met Sins ouders gaan we naar de show. Dus, maken ze ook eens weer wat mee. Nee, is hartstikke leuk, hè? Ja? Een fluffy. Beetje nou. Nou, nu nog heel eventjes wachten. Fijn die komt ook van 20 minuutjes, dus we zijn lekker vroeg. Lekker op tijd, hè? Ja, als altijd. Dus nou, nog even wachten. Zo, staan we dan op Amersfoort? Ja. En we staan vast door deze trein. Die heeft pech. Dus nu moeten we omreizen via Utrecht. En nou, dan zijn we een uurtje later daar. Dus we gaan zien hoe het nu gaat. We hebben wel bedacht om één trein te wachten. Want iedereen gaat natuurlijk in deze trein. Dus één trein wachten en dan nemen we de volgende. Nou, we zitten dan. Change of plans. We gaan naar Schiphol. Goedemorgen. Even uw aandacht alsjeblieft. Deze trein heeft als eindbestemming station Schiphol Airport. Yes. Dit is niet de Intercity naar Amsterdam Centraal Station. Dus we gaan naar Schiphol. Deze trein ook moet leuk. Nog binnenkomen. Zijn we dan op Schiphol? Het is hier mooi in kerstsfeer. Kijk, het is heel mooi. Dus nou, we gaan dus eerst even vliegtuigen kijken met Jaden. Hé Jaden? En een vliegtuig? En gaan we even de volgende vakantie uitzoeken. En dan ja, even ook wat eten. Ik heb best wel trek ondertussen. Ja, en dan denk ik maar dat we weer de trein pakken naar Arena. Dus nou, ik... Ik moet even kijken of hier ook nog wat gaat filmen, want ik wil natuurlijk ook een beetje de batterij en het geheugen sparen. Dus ik beloof niks, maar misschien laat ik hier ook nog wel wat zien. Zo, zijn we eindelijk. We hebben geen geluk met de treinen. De trein die we eigenlijk wilden hebben, die viel ook wel uit. Dus, maar goed, we zijn er en nog steeds veel te vroeg. Dus mijn schoonouders zijn ook net aangekomen, hebben net gebeld. En ja, nu gaan we naar de Ziggo Dome lopen. Ik zie hem al. Ik zie hem ook al. Kijken of ik hem zo kan laten zien. Oh nee, dan moet ik hem eens afsluiten. Ik zal de Ziggo Dome laten zien. Kijk, daarachter is de Ziggo Dome. Hier is het mooiste stadion van Nederland, Amsterdam Arena. De HMH. Het is best leuk hier. Het is gezellig druk. Ja, het is gezellig druk. Het waait wel flink. Ja. Dus ik hoop dat
Oh. Ik hoop dat jullie ons nog kunnen horen. Maar we gaan nu snel naar de Ziggo Dome. Waar zijn we dan? Zo, 49,9 miljoen. Zit dat allemaal in die vrachtwagen? Best mooi. Toch? Ja. Jaden, kijk eens, vrachtauto. Wat is dat? Is dat een bus? Nou, daar zitten we dan. Allemaal klaar. Ja, allemaal klaar. Tje, Sen. Kijk even. Hey. Zo. Nou, een mooi uitzicht. Het is wel een beetje hoog. Beetje. Een beetje erg hoog. Ik heb geen hoogtevrees. Het is niet goed met hoogtevrees. Nee, ik zal even het uitzicht laten zien. Ik ga het doen met zijn voetjes. Kijk. Dit is het uitzicht. Dat is mooi. Nou, we kunnen alles goed zien in ieder geval. Ja, kijken. Kijken. Goed uit. Control me, they can't.
We zijn weer thuis. Jee. En, wat vonden we ervan? Ik vond het leuk. Ik vond het ook echt super te gek. Het was echt heel goed. Vond jij het leuk? Ja. Ja. Jaden vond het ook mooi. Jaden was dus toch mee. Dat mocht. En we hebben genoten. Misschien hebben we nog wel meer van Jaden genoten dan van de show. Maar de show die was erg goed. Ja. Goede kennis van onze Kirsten Snijder deed mee. En die was echt super goed als Elsa. Dat hebben jullie ook net kunnen zien in het filmpje. Ik hoop wel dat het volgend jaar terugkomt. Morgen komt het sowieso op tv, op RTL. Dus dan kunnen we het allemaal weer herbeleven. Als je dit jaar niet bent geweest, zou ik het wel aanraden om volgend jaar zeker te gaan kijken als het weer komt. Ja. Dus we hebben ook van de postcode loterij nog leuke foute kersttruien gekregen. Kijk, mooi. Dus het was een leuk cadeautje. Ja. En bij deze sluiten we de vlog af. Dus duimpje omhoog als je het filmpje leuk vond. En abonneer je op ons kanaal voor nog meer leuke filmpjes. En dan graag tot de volgende keer. Hij zwaaien. Bye bye. Bye.